Waarde meneer Van Rossum, wat is uw beschouwing van de dreiging van een invasie van Taiwan vanuit het Chinese vasteland? En denkt u dat u deze dreiging wellicht minder zult bagatelliseren na uw foutieve inschatting van de Russische dreiging met betrekking tot de aanval op de Oekraïne? Ik kijk volgaande uit naar uw antwoord. Hoogachtend, David. Ja, dit is vrij sterk, overigens. Hij doet zo'n polygoonstemmetje na, of zou hij echt zo praten? Die toon in dat tempo, dat is wel vrij opmerkelijk. Waarde meneer Van Rossum. Ik heb geen flauw idee. Ik kan alleen maar zeggen dat als ik leiding gaf aan het grote China, zou ik zeggen, gaan we het vooral niet doen. Het zal niets oplossen en tenslotte groeien die twee landen vanzelf naar elkaar toe. Sterker nog, die zijn al zo ingrijpend op tal van niveaus met elkaar verweven, dat ik nooit begrijp waarom het ook nog eens een keer veroverd moet worden door die stomme Chinezen. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk wat je nu hoort, hè? Want de Xi zou nu naar Rusland kijken en als dat door het Westen wordt getolereerd... Ja, daar geloof ik ook geen vlag en donder van, eerlijk gezegd. Oké.